Misschien heb je er wel eens van gehoord, of heb je het zelfs zien gebeuren. Mensen die van voorwerp naar voorwerp springen, van gebouw naar gebouw, van dak naar dak. Met salto's en al. Dat is freerunning. Maar wat het nou precies is, om daarachter te komen, heb ik vandaag een afspraak met iemand die er alles over... Kun je vertellen wat freerunning is? Natuurlijk. Wow. Freerunning is een beetje lelijk turnen. Dus je gaat dan gebruik maken van de trucjes die je binnen doet. En dan ga je proberen om dat buiten zo op je eigen manier uit te voeren. Maar wat betekent de term freerunning? Nou, freerunning is eigenlijk een beetje vertaald in het Nederlands gewoon vrij rennen. Dus je gaat proberen om buiten met de muurtjes en met de relingen proberen daar trucjes mee te maken. Wat vind je het Het leukste vind ik eigenlijk wel dat je gewoon je eigen ding kan doen. Dus doen waar je zelf goed in bent. Dus als je goed bent met salto's, ga je salto's buiten doen. Maar als je goed bent met andere trucjes, met handstanden bijvoorbeeld, ga je dat weer zo doen. Vrienden, kan heel gevaarlijk zijn, maar je kan zelf een trucje gevaar opzoeken. Dus je kan jezelf heel veilig maken door gewoon een heel makkelijk trucje te doen. En soms ook wat moeilijks proberen. Zijn er wel eens heftige ongelukken gebeurd? Niet bij mij gelukkig, maar er zijn wel veel dingen gebeurd denk ik in de wereld. Eigenlijk iedereen, van jong tot oud. Ik heb mensen gehad van 35 die hier komen freerunnen. En ik heb kinderen van 8 jaar die hier voor eerst komen. Heb je nog tips voor iemand die wil beginnen met freerunnen? Jazeker. Begin lekker in een veilige omgeving met valmatten en met kasten die weer. En vooral met hele goede lijnen, zeg maar, die laat zien wat je kan doen en op welke manier je kan doen. En op die manier kan je daar naar buiten gaan en daar dingetjes oefenen. 1. De goede freerunner. Ik ga Twee, de lompe freerunner. Bim! Wauw! Go! Zeg het als je filmt, hè? God.